Ben je er klaar voor? Ik kan nog niet. En hoe zit dat? Het zit wel lekker. Beetje zwaar, of niet? Ja. Een mooie skis erbij? Ja. En hoe ga je daar straks dan op die skis komen? Die ga ik zo mijn voet erin zetten. En dan ga ik naar buiten lopen. Dit is gewoon wat we doen. En hoe gaat het, denk je? Moeilijk. Moeilijk, ja? Ja. Maar je bent niet bang? Een beetje. Nou, we hebben eigenlijk weer een uitstapje buiten Kanaleiland met de natuurclub. Wat is eigenlijk de natuurclub? Ja, dat is één keer per maand, laatste vrijdag van de maand, gaan een groep kinderen en ouders gaan samen weg. Iets in de natuur doen. En hoe is dat gekomen? Nou, we zijn ongeveer 1,5 jaar geleden begonnen. En ik dacht, kinderen, ik ging met één jongen bij mij uit de straat kamperen. En toen bleek dat hij alles van de natuur wist. En toen vroeg ik, hoe weet jij zoveel van de natuur? En toen zei hij, Discovery Channel. En toen dacht ik, oké, daar kunnen we iets aan doen. Ze zijn geïnteresseerd, maar ze komen niet veel buiten. Dus laten we naar buiten gaan. Je hebt wel hele grote voeten ineens nu. Ja. Kun je nog wel lopen dan? Ja. Volgens mij heb jij er heel erg zin in. Ja, heel erg. Jij bent er klaar voor? Ja. Jij bent er ook klaar voor, of niet? Ja, heel. Geen handschoenen, geen muts? Wel. Maar... Oh, kijk. Dat zou je wel nodig hebben zo. Ja, zeker wel. Lukt dat? Ja. Is het zo dat jullie dan elke keer buiten de wijk gaan op zoek naar dingen die ze kunnen leren, maar die ook leuk zijn? Soms in de wijk, soms in Transwijk, op de boerderij. Of we zijn in Papendorp een paar keer geweest, op de moestuinen daar. Maar meestal ietsje verder, ja. En nu op de skis? Nu op de skis, ja. Ja, het is leuk. Daar hebben we al een tijdje naar uitgekeken. Dus het eind van het jaar is een soort beloning, zeg maar, of zo. Het is buiten en het is een beetje spannend, een beetje een uitdaging. Straks gaan we beginnen met... recht naar beneden glijden. Hoe ga je dat straks doen? Ja. Maar wacht maar even. Je gaat een beetje breed staan. Net zo breed als je heupen. De handen zo voor je. Nou, als je goed kijkt, zie je zo... Is het belangrijk voor die kinderen dat ze zoiets kunnen doen? Ja, dat is wel grappig. Aan het begin waren de kinderen heel erg, als ze elkaar niet kenden, heel erg afstandelijk tegenover elkaar. En nu zie je een soort bond tussen de kinderen ontstaan. Dus ze zijn aardiger, ze kennen elkaar beter. En het doet ook wel wat voor de wijk, denk ik. Dat ze elkaar buiten de natuurclub tegenkomen, dat ze beter met elkaar omgaan. Het is ook leuk voor mij. Het is niet alleen leuk voor de kinderen natuurlijk. Je kan natuurlijk als je skiet, als je valt, zou je kunnen zeggen van... hé, wat leuk, jij bent gevallen en iemand uitlachen. En het is goed dat we zulke soort dingen proberen te veranderen. En gewoon vreedzaam met elkaar omgaan. En wat denk je nou dat de kinderen straks als belangrijkste herinnering, zeg maar, belangrijkste ding weer mee terugnemen? Gewoon gezellig samen zijn, dat is het belangrijkste. Gewoon gezellig iets leuks doen. En dat schept een band. En dan als er later eens een keer iets misgaat, als er een keer ruzie is, dan helpt die band om daar iets onder te zijn, zodat het minder snel misgaat. Zo, jij hebt haast. Hey, Johanna. Manuska, niet waar eerder. Oh, waarom Manuska, jij eerder? Was het zo leuk dat je meteen weer gaat? Ja. Je vertelde net, de groep wordt ook ondersteund vanuit de kerk. Hoe zit dat precies? Nou, het is gewoon een initiatief van de bewoners. Maar de stichting UMA, dat is een kerkelijke stichting, die betaalt het tekort als ze dat is. De kinderen betalen zelf €2,50, maar soms is de activiteit duurder. En dan betaalt stichting UMA het tekort en die helpt ook met het regelen. Wat is dat voor stichting? Stichting UMA probeert christenen en moslims dichter bij elkaar te brengen. Dus die kloof die je vaak ziet in wijken zoals Kanaleiland, dat je mensen op religie gescheiden zijn, daar iets aan te doen. Dus het is een initiatief vanuit de kerk, maar heel erg toenaderend tot moslims. Dus gewoon alle misverstanden uit de weg helpen en samen een vreedzame wijk bouwen. En ik woon in de buurt, mijn vrienden wonen in de buurt. Hoe kunnen we samen gewoon gezellig in de buurt wonen? Het is wel mooi gelukt, hè? Ja. Wat vond je nou het allerleukst? Nou, dat je heel hard gaat. Kun jij nog staan? Ja. Bijna om? Ja. Het was echt spectaculair toen die helling afging. Ik ging altijd bijna vallen bij die lift. Eigenlijk moet iedereen gewoon hierheen komen. Het is gewoon leuk. Je krijgt leuk les. Leren, je voelt gewoon leuk. Ben je klaar? Ja.